Wij houden wel van bijen. We zijn als kerk ook heel gastvrij naar mensen toe, maar naar bijen ook. Alleen we willen ze liever niet binnen hebben natuurlijk. Bij de christelijk gereformeerde kerk in Purmerend is er naast een bijennest wat er al zat, nu ook een tweede nest bijgekomen. Dat eerste nest dat zit hier al 15 jaar. Okay. Dus elk jaar zwermt dat uit en daar hebben we niet zo erg veel last van. En dat nieuwe nest? Dat is nog maar een paar dagen. Dus waarschijnlijk is er toch een koningin die een nieuw volk aan het bijeenroepen is. De bijen zorgen verder in de wijk niet voor overlast, maar de bijenperikelen van de kerk worden wel met interesse gevolgd. Bijen zijn heel belangrijk voor ons en zonder bijen zijn we nergens eigenlijk. En wat moet er volgens u met de bijen gebeuren? Nou, netjes opgevangen worden en ergens geplaatst worden waar ze hun werk weer kunnen doen. Nou, morgen komt er een imker en die zal proberen om dit volk te vangen. Want het schijnt dat een nieuw volk nog wel te vangen is, die oude volken niet. Dat hebben ze al eerder geprobeerd, maar dat schijnt heel lastig te zijn. Dus dat nieuwe volk moet of uit zichzelf vertrekken, omdat ze te dicht op een ander zitten. En dat zou dan morgen tussen 12 en 1 kunnen zijn. Heb ik me laten vertellen. Die Iepke zei, ja, dat gebeurt tussen 12 en 1. En nou, we wachten dat even af.